Ik weet echt niks leuks meer voor deze intro. Oké, yo, leuk dat jullie weer zijn aangekomen bij een nieuw vlogboek vandaag. Heb ik een hele bijzondere vlogboek, zoals je kan zien aan de titel. Vandaag gaan we het namelijk hebben over dromen. En nee, niet de dromen die je hebt in je slaap, ook al zit ik op mijn bed en wil ik er eigenlijk best wel graag in liggen. Nee, vandaag gaan we het hebben over de dromen waar iedere succesvolle YouTuber, belangrijk persoon, BN'er het over heeft. De dromen die je zullen helpen in het leven. Dit is een onderwerp die ik aankaart omdat het echt een kut onderwerp is. Ja, een kut onderwerp. Weet je waarom? Dat ga ik je nu even uitleggen. Al die mensen die hebben het al gemaakt. En die hebben hun dromen op orde. En ik zit altijd maar zo van, ja goh, wat is mijn droom nou? Wat is nou hetgene waar ik zo graag naartoe wil werken? Dit is voor mij heel lang zo'n groot vraagteken geweest. En elke keer als ik het dan weer hoorde, follow your dreams, don't let your dreams be dreams, en al die shit, zat ik echt zo van, god damn it, wat zijn mijn dromen? Oh. Ik wist het echt niet. En ik weet dat het voor jou misschien ook heel moeilijk is. Of misschien is het juist heel makkelijk. Weet jij precies wat je wil? Weet jij precies wat je wil bereiken? En geloof me, dan sta jij echt al één punt gewoon voor. Kut. Inmiddels ben ik erachter gekomen hoor, wat mijn droom is. En dat is dit. Dit volhouden. Ik wil namelijk zoveel mogelijk mensen entertainen. Al is het via dit, via theater, via zingen, via rappen. Ik vind alles fucking vet. En dat is een beetje altijd mijn probleem geweest. Ik vond namelijk zoveel dingen leuk, dat ik eigenlijk niet kon kiezen van, wat wil ik nou? Ik vind bijvoorbeeld fotografie heel leuk en daar heb ik nu mijn werk in. Maar dan heb ik zoiets van, oké, is dit nou wel mijn droom eigenlijk? En nu sinds ik mijn vlogboek heb, wil ik dit heel graag. En ik hoop het ook te kunnen bereiken natuurlijk, zoals echt die andere grote vloggers. Hey, ik ben ze knol. Maar als ik op die hoogte ben, is dat dan hetgene wat ik wil? Ik roep al sinds ik klein ben dat ik acteur wil worden. En dat is op zich wel echt een droom van mij, om in een film te spelen, dat ik iets zo vets kan overbrengen, dat ik mensen kan laten huilen of juist kan laten lachen. Dat vind ik gewoon heel leuk. Dat vind ik bijzonder. Daarnaast, zoals ik in mijn Q&A al zei, wil ik heel graag naar LA. LA is ook echt een droom van mij. Ik wil gewoon zo graag naar LA. Ik wil alles zien, proeven, voelen, ruiken. Ja, ik ben echt wel verliefd op LA en daarom is dat ook een droom van mij. Ik ben wel benieuwd, wat zijn jouw dromen? En hoe wil jij het bereiken? Want dat is het volgende waar ik over ga lullen. Dromen hebben is allemaal hartstikke leuk en ambitieus, maar mijn beste vriend Dion, die is down to earth en die gooit mij eigenlijk ook altijd weer zo op mijn gezicht. En daar heeft hij een punt. Want dromen is altijd leuk, maar je moet reëel blijven en je moet met je hoofd gewoon op deze aarde blijven en niet in de wolken. En ik denk dat dat voor mij een lastig ding is. Ik hou ook echt van dromen. Het is helemaal niet erg om te dromen, maar je moet wel realistisch blijven. Dus daarom kan je in plaats van dromen doelen stellen. En voor mij is nu een doel om meer abonnees te halen op mijn YouTube kanaal. Ook een doel van mij is om deze zomervakantie naar Los Angeles te gaan. En ik heb nog altijd het doel van een vriendin krijgen. En ja, tijdens dat allemaal wil ik jullie entertainen. Dus dan heb ik eigenlijk mijn dromencirkel wel een beetje getekend. Dus ja, wat ik al zei, vertel jouw droom eens. Wat wil jij graag en hoe wil jij dit gaan bereiken? Zet dat even in de reacties en dan gaan we daar lekker doorpraten met wat we nu doen. Jongens, dit is de tweede week dat ik het vlogboek doe en ik ben zo blij dat ik hieraan ben begonnen. Het heeft mij zoveel motivatie gegeven en het heeft mij, heel eerlijk gezegd, best wel veranderd, ook als mens. Ik ben veel doelbewuster, ik ben veel meer gemotiveerd, ook in mijn normale werkzaamheden, waarvan ik denk van, yes, dit moet ik meer gaan doen. En daarom hou ik het ook nog vol. Ik vind het leuk om te zien dat ik inmiddels ook al wel echt een fan heb. Jasper, shout-out naar jou. En natuurlijk vrienden, familie en nieuwe kijkers. Ik wil jullie allemaal bedanken dat jullie hier zijn met dit avontuur. En heb je nog niet alle vlogboeken gezien? Kijk ze vooral terug, want ik vind ze allemaal stuk voor stuk echt fucking leuk. Ik ben trots op mezelf dat ik dit volhoud. En als ik dit later terugzie, wil ik weer denken aan dit moment dat ik zo blij ben waar ik mee bezig ben. En dat ik dan weer motivatie krijg om dan weer door te gaan met mijn dromen. Dus ja, dit was het vlogboek voor vandaag. Ik hoop dat jij hem leuk vond. En vond je dat? Geef me die blauwe duim, jongen. Daar ben ik heel blij mee als je dat doet. Dus daarom heb ik er nog maar één ding om te zeggen. En dat is, like, abonneer, reageer. En tot morgen weer. Begin nou met die zoom dan. Ah, dank je.